Hoi lieve allemaal, welkom bij de trailer van de Algemene Tarot Reading Soulmates Tweelingzielen, week 51. Tijdens het schudden kwam deze kaart er gelijk uit. En toen ik hem zag, wist ik dat daar dan ook de reading over zou gaan. De kaart ontevredenheid en verveling. Een wat lagere energie, een flinke lagere energie, waar ik zelf doorheen ben geweest de afgelopen week, week 50. En die dan ook de uitdaging gaat worden voor week 51. Allemaal met als doel oude pijn, oude rommel uit het verleden op te ruimen. Om die voltooiing te naderen, te kunnen naderen. Een reading dus die ook vooral weer bestaat uit het delen van mijn ervaring. Delen met jullie. De pijn, verdriet, de boosheid. Alles wat met heling te maken heeft. Bijzonder weer, al zeg ik het zelf. Een absoluut ook vervolg op week 51. Maar zoals ik in week 51 ook al zei, het bedje was nog niet gespreid. En er moesten nog obstakels. Er waren nog obstakels en uitdagingen. Nou, daar is deze een van die zich bij mij heeft geopenbaard. En dat ik dus daardoor ook met jullie kan delen. Heel erg veel bedankt. Of heel veel dank. Heel erg veel bedankt, dat klinkt een beetje raar. Bedankt voor het kijken. Voor de support. Persoonlijke readingen. Die gaan gewoon door. Ik heb geen vakantie tussendoor of zo. Dus mochten jullie daarin geïnteresseerd zijn. Dan zie dan mijn website. En sowieso de diensten die ik aanbied. Nogmaals dank, heel erg veel liefs en vooral ook veel kijkplezier. En ik hoop dat je er weer veel aan zult hebben. Delen is helpen helen. Heel veel liefs. Bye.